Hi, ik ben Ingeborg van MBO MediaWijs en deze tutorial is een vervolg op de eerste tutorial over Seppo. Bij het eerste filmpje lag de nadruk vooral op een spel op locatie, dus de stad in. Bij deze ligt het vooral op dat ze kunnen navigeren door een virtuele ruimte en dat kan op een gewone foto, maar ook op een 360 graden foto. Terwijl ze dus op zoek gaan naar de opdrachten in deze virtuele ruimte, kunnen ze ook nog door verschillende levels heen navigeren. Bij de eerste tutorial lag de focus vooral op de studenten het klaslokaal uit. Bij deze ligt de focus op dat het ook heel goed inzetbaar is voor online onderwijs. Ik ga nu niet meer vertellen hoe je opdrachten aanmaakt. Dat kun je gewoon terugzien in Seppo deel 1. In deze tutorial focus ik mij op de structuur van een level-based game. Oké, hoe gaan we dat opbouwen? We gaan naar deze knop toe. En ik heb hier al een aantal foto's naar binnen gehaald. Want in het vorige filmpje liet ik het zien hoe je dat kan doen op een live map. Of op afbeeldingen. Gewone afbeelding of op 360 graden afbeeldingen. Er zijn een aantal standaard 360 graden foto's in Seppo die je zo kunt gebruiken. Maar je kunt ook nog eigen 360 graden foto's of gewone foto's naar binnen halen. En ik heb hier dus al een aantal afbeeldingen naar binnen gehaald. En dan zeg ik vervolgens save en close. Daar wil je even over nadenken. En dan zie ik hier eigenlijk al de structuur van de foto's die ik geplaatst heb. En hoe doe ik dat? Ik selecteer de eerste afbeelding en ik ga een nieuwe deur maken. Want ik wil dat ze natuurlijk een aantal punten kunnen halen en dan daarna pas die deur zien naar het volgende level toe. En op die manier kan ik hier aangeven, oké, ik wil dat jij nu naar die afbeelding gaat. En op het moment dat je dat doet, dan krijg je dus die structuur van de lijntjes die erin staat. Dus de ene gaat naar deze deur die ik hierin heb zitten. Ik zal deze even wissen, want er stond al een deur. En op deze afbeelding, ik zal even op zoek gaan naar waar de deur staat. Want ik heb hem natuurlijk niet op het eerste gezicht heel snel ergens neergezet. Maar daar moet natuurlijk wel naar gezocht worden. En nu ben ik hem zelf ook kwijt. Oh, kijk, daar is hij. Ja, ik maak het mijn studenten niet makkelijk, maar mezelf ook niet natuurlijk. En dus ik zet hem gewoon op een plek neer waar het niet zo in het eerste gezicht staat. Nog leuker is dat natuurlijk als je een afbeelding hebt waar dan bijvoorbeeld iets roos in staat, waardoor het wat minder zichtbaar is. Dus dat is natuurlijk geinig. En op die manier ga ik de hele structuur aanmaken van tevoren. Op het moment dat ik dat gedaan heb, dan kan ik naar mijn opdrachten en mijn levels. En zie je hier dat ik al een aantal opdrachten heb aangemaakt. En daar heb ik ook een aantal punten aan toegekend. En niet vergeten, heel belangrijk, als je wil dat die deur pas zichtbaar wordt als de opdracht goed is gemaakt. Er staat hier ook, de previous level contain 2 exercises en 20 punten. Oftewel, die punten moeten ze allemaal gehaald hebben voordat ze dus door mogen naar het volgende level. Dus hij telt het keurig zelf voor mij op. Hier zeg ik 30 punten, dus dan vul ik hier wel even 30 in. En zo ga ik in principe door totdat ik alles behaald heb. Dus dat is de structuur waarop je het kunt inrichten voor je studenten. Oké, dan het volgende. Een interessante game begint met nieuwsgierigheid. Vertel dus niet veel. De game rules en de game story kun je hier invullen. Dus vertel wat het doel is, wat ze moeten bereiken, wat ze moeten leren. Maar niet te veel. Verder is het interessant om een aantal game-based learning lenzen in je achterhoofd te houden. Met lenzen bedoelen ze dat je door een bepaalde bril naar bepaalde systemen kijkt in games die kunnen werken. Hangt van je doel af welke lens je kunt gebruiken. Binnen Seppo zijn heel goed te gebruiken, bijvoorbeeld het rollenspel, angst om te verliezen, leaderboards, hot states, dat zijn opdrachten die heel snel binnen een bepaalde tijd moeten gebeuren. En daar is in Seppo natuurlijk de flitsopdracht heel goed geschikt voor. Competitie, of dat nou per persoon of met een team is.
progressie. Want uiteindelijk draait het om dat je wat leert in de game. Dus de student moet zelf ook het gevoel hebben dat hij vooruitgang boekt. En de Easter eggs zijn natuurlijk altijd heel leuk om stiekem te verstoppen. Bedenk dus vooral eerst wat je doel en wat je doelgroep is. Welke lenzen kun je eventueel hiervoor inzetten? Dus wat past hierbij? Kijk, wat natuurlijk leuk is ook om in zo'n game te verwerken, dat je dingetjes gaat verstoppen. Dus je kunt hier op alle mogelijke manieren kun je door het beeld heen lopen om je opdrachten sneaky te verstoppen. Die tekentjes die je hierbij hebt, die zijn natuurlijk knalroos. Dus misschien is het slim, als je het een beetje sneaky wil verstoppen, dat het niet zo makkelijk vindbaar is om ze dan bijvoorbeeld op iets roos bijvoorbeeld te verstoppen. Maar je kunt de opdrachten ook gewoon echt blind erin zetten. Dus in dit geval kan je dat hier instellen. Bij instellingen, hidden exercise, dan zien ze hem gewoon niet. Dus dan moeten ze echt in het wilde gaan klikken. Of misschien heb je wel een aantal dingen in jouw afbeelding zitten waar het logisch is dat ze op gaan klikken. En op die manier moeten ze gaan zoeken naar de opdrachten. Dus dat is erg leuk om te doen natuurlijk. En dan vervolgens moet je natuurlijk ook het deurtje nog even ergens verstoppen, zodat ze dus echt wel eventjes op zoek moeten. En dat kan dus alle kanten op, hè? Ook naar het plafond. Dat is het leuke van die 360 graden foto's. Dus dat ze echt het gevoel hebben dat ze echt ergens naar op zoek moeten naar een bepaalde quest. Nou, is dit misschien een interessante foto? Ach, kijk, leuk. Een brandblusser, daar kan je ook wel leuker wat opzetten. Dus probeer het ze een beetje moeilijk te maken. Tot slot laat ik even zien hoe het eruit ziet als je een speler bent in dit spel. Oké, je komt meteen binnen met de eerste multiple choice verstuur. Dat was een automatische vraag, dus ik heb hier meteen 10 punten mee gescoord. Dus nu mag ik wel door naar het volgende level, maar ik zie nog geen deur, dus ik zal op zoek moeten naar die deur. Nou, ik kan dus alle kanten op kijken, naar beneden, naar boven, links, naar rechts. Daar is die binnengaan en dan kom ik in het volgende level terecht. Het volgende level opent zich en daar zal je natuurlijk weer op zoek moeten gaan naar de volgende challenges en de volgende deuren. Oké, heel veel plezier hiermee en bedenk dus vooral, wat is het doel, wat wil je dat je studenten leren en welke lenzen kun je inzetten om dat voor elkaar te krijgen. Oké, heel veel plezier met deze tweede tutorial van Seppo.